Ook braaf dit. Ik weet nog goed, 2013, dat ik dat woord de eerste keer hoorde en het ging over onze eigen dochter. En dan heb je zoiets van, kom aan jongens, niet zeveren, hè? Daar gaat het toch helemaal niet over. Ondertussen, een heel ander verhaal, 10 jaar later hebben we een coachingbedrijf rond hoogbehaafdheid, samen met mijn vrouw. Een felle reis en een reis die we graag willen blijven delen met zoveel mogelijk ouders, omdat we achteraf bekeken toch heel gelukkig zijn dat dat moment zich heeft voorgedaan. Om even al te zeggen, aan te geven hoe dat bij ons gestart is. Dus ja, we hebben 4 kinderen. De 2 eerste, ja, dat ging relatief goed op de lagere school. De derde kwam in het eerste studiejaar en daar liep het volledig mis. In de kleuterklas kon ze eigenlijk al lezen en al rekenen voor een stuk. En dan het eerste studiejaar opeens kon ze niet meer rekenen, maar totaal niet. Mijn vrouw is in het onderwijs, ze probeerde te helpen, maar dat lukte van geen kanten. Ook dat lezen ging altijd maar moeilijker. En er ging van alles mis. En ook het school gaf het signaal, we moesten op gesprek gaan, want we moesten toch gaan kijken om voor onze dochter toch naar het bijzonder onderwijs te kijken, want normaal onderwijs, dat ging haar waarschijnlijk niet lukken, dat haar capaciteiten voldeden niet voor het normaal onderwijs. Nu puur per toeval, mijn vrouw babbelde bij mij iemand en ze doet gans dat verhaal en die mevrouw zegt van ja, maar ik zou toch een keer in de andere richting ook kijken, niet naar de lage behaafdheid, maar de hoogbehaafdheid. Ik was er heel argwanend over, maar mijn vrouw dacht toch van ja, we moeten alle opties openlaten. Dus ze had toch ja, verder contact gelegd en ook een coaching traject opgestart rond die hoogbehaafdheid en mindset dan vooral. En dan uiteindelijk ook op school in gesprek gegaan en daar gevraagd van toch een IQ-test te doen. Kwestie van uit te sluiten dat het ja, toch niet hoogbehaafdheid en zelf als laagbehaafdheid ging. De IQ-test dat ook wel bewezen hebben. Ja, iedereen viel van zijn stoel, want ja, ze was dan nog extreem hoogbehaafd. Hè. Dus dat was eigenlijk ja, een eye-opener van je welste, van oh my god, hoe kunnen we ons zo missen in een leerling? Ze waren echt van plan om ze naar het bijzonder onderwijs te sturen. En van dat punt, ja, eerst als ouder, veel woede, veel frustratie. Ja, toch proberen samen met de school daar stappen te zetten, maar dan toch meer en meer te voelen dat ja, niet iedereen meeging in dat verhaal. Dus eerst voor ons eigen, hè. Infoavond gaan volgen rond dat onderwerp, dan themaavonden gaan volgen, dus altijd nog meer mindset, positive discipline, wat is onderpresteren, hè, versnellen op school, ja, wat verwachten we eigenlijk van een school als het richting hoogbehaafdheid gaat. Dus zo stap voor stap voor ons eigen dat leerproces opgestart en op een bepaald moment ook nog verder geprofessionaliseerd en dan een uitgebreide opleiding gevolgd rond hoogbehaafdheid, om dan uiteindelijk Romy Coach op te starten. En vooral uit het gevoel van, wij moeten dat hier veranderen, dat kan niet kloppen. Wat wij meegemaakt hebben bij onze eigen kinderen, ja, dat wensen we niemand. En dus van daaruit zijn we ondertussen eigenlijk al 10 jaar bezig met hoogbehaafdheid. Hè, wat 2013, we zijn ondertussen 2023. En dus volgende maand geven we daarom weer een gratis infoavond in Kortrijk. Speciaal voor ouders, omdat we zelf ook die eerste stap, als je dat woord hoort, die eerste stap ja, is zo groot, dus we moeten die een drempel zo laag mogelijk krijgen, zodanig dat je ergens toch al een keer kunt gaan horen van ja, hoe zit dat met die hoogbehaafdheid, wat is dat juist? Ja, hij is zogezegd een slimme, maar ja, eigenlijk sociaal op school, dat gaat niet, of thuis is dat bijna een atoombom die ontploft achter school, dus ja, er is er eigenlijk heel veel aan de hand en heel weinig dat gelinkt met het woord hoogbehaafdheid. Dus het is niet gewoon een slimme, het is heel veel andere dingen waardoor dat je toch ja, twijfelt, hoeveel ouders er zelf nog na de reeks twijfelen. Ja, maar ja, oké, het klopt wel allemaal, maar hoogbehaafd, allee, dat woord, er hangt zoveel aan. Dus vandaar gratis infoavond, speciaal voor ouders, binnen een goede maand, speciaal ook voor de week van de hoogbehaafdheid. Dus ik zou zeggen, zijn op zoek naar informatie, maar is er veel remming? Ja, schrijf u in voor de gratis sessie. Het ergste dat kan gebeuren is dat je avond, ja, wat informatie rijker zit, maar eigenlijk geen stap vooruit zit. Maar zet die in de stap en je gaat verschieten. 1. We gaan daar al een stuk uitleggen wat die hoogbehaafdheid is, zodanig dat duidelijk is dat dat echt wel meer is dan hoogbehaafdheid, dan gewoon een slimme. Maar we gaan ook uitleggen naar school en al toe en dan ook uitleggen ja, de trajecten die we doen, waarom doen we die juist? Wat is juist dingen waar dat hoogbehaafden tegen kunnen botsen? Om dan van daaruit te gaan kijken van ja, hoe gaat het er dan mee aan de slag? Hè? Waarom krijgt uw kind faalangst? Waarom gaat dat onderpresteren? Ja, waarom heb je eventueel die woede aanvallen? Dus al die elementen die kunnen gebeuren als het wat misloopt, gaan we wel al een keer kort toelichten. Vooral de duidelijkheid, het
het is van alles een beetje, want het is heel veel informatie. Dus daarom dat we daarna ook een reeks doen van 6 avonden. Dus je kunt al inschatten welk volume kennis er te delen is. Maar op die eerste avond gaat het toch al een smaakmaker krijgen. Op een heel laagdrempelige manier. Je kunt ook vragen stellen. Zowel mijn vrouw als ik zijn, ja, zowel tijdens de sessie, logisch, als na de sessie beschikbaar voor nog extra vragen. En dan kijkt er van daaruit, ja, wat kunnen zelf al doen als ouder? Want onderschat vooral ook niet hoe groot de positieve / negatieve impact is die jij als ouder onbewust hebt op je kind. Dus een van de redenen dat bij ons dochter het zo misliep, kwam ook door de manier dat wij goed bedoeld aan het opvoeden waren. Ja, je doet wat je van je ouders geleerd hebt en ja, er zijn toch patronen die, als je ze begint bij te sturen, dat je kind helemaal aan het veranderen is. Of je leerling als je ook nou in eindonderwijs staat. Dus ik zou zeggen, infoavond, super aanrader. Ik geef ze super graag ook. Want ja, zowel mijn vrouw als ik doen ook nog hebben ook een hoofdberoep. Mijn vrouw staat in het onderwijs. Ik ben product owner bij de CM voor het moment. Dus ik doe productontwikkeling eigenlijk. Project- en productontwikkeling. Dus dat is voor ons alle twee eigenlijk ons hobbyberoep, maar dat we toch sterk geprofessionaliseerd hebben. En we doen het alle twee vooral omdat we ja, beseffen welk potentieel er in Vlaanderen eigenlijk ligt. En we willen dat potentieel te vol kunnen benutten. En vooral iedereen ja, die hoogbehaafd is, laten beseffen dat dat geen vloek hoeft zijn. Dat is geen label voor problemen, mits de juiste context. En als je jouw kind en jouzelf gaat versterken, ga je zien dat dat eigenlijk ook een enorm mooi talent kan zijn. Naast alle andere talenten die rondlopen in Vlaanderen. Dus ik zou zeggen, hopelijk tot binnen, tot op onze infoavond, hè, begin maart. En dan van daaruit, wie weet, doen we samen hier wel een reis rond het onderwerp. Doei.